Jongens, vandaag de eerste etappe. Er stond heel veel wind. Ik had meer spektakel verwacht, de eerste etappe. Eerlijk gezegd, ik had ook iets meer spektakel verwacht. Ik had gehoopt dat ze iets vroeger aan de echte finale begonnen. En ja, dat is niet gebeurd. We hebben wel een mooie finale gekregen. Het was wel spectaculair. Zeker met de wind. Maar uiteindelijk toch een mooie winnaar gekregen. Ja, maar wel, Henk, een verrassende winnaar. Ja, maar dat is, de koers is wel hard geweest. Dus door de wind wordt het heel lastig. Dus de boel komt op waaiers. Er wordt heel veel gecontroleerd. Klassementmannen die niet meer zitten of te ver van achteren zitten. De boel valt weer stil. Dat gebeurde in de finale, net voor de sprint ook weer. Valpartijen. Trek die houdt in. Cancellara ziet dat Van Poppel op de grond ligt. Komt weer een ander treintje. Krijpel is een trein kwijt. Heeft niet eigenlijk een ploegmaat die hem zelfs goed afzet. Staat niet in bij de eerste 10. Ja, dat zie je gewoon, dat die wind, dat die eigenlijk de oorzaak is van ja, dat de treintjes niet meer zo een treintje hier te handhaven is. En een Tom Dumoulin die zijn kans ruikt van ja, het valt even stil. Ja, ik poef naar die renner die ervoor rijdt en hij erop en erover. Ja, hij heeft de pech dat de wind op kop staat, anders wint hij. Het leek wel weer of dat hij zijn motor aanzet, ja. Of zag ik dat verkeerd? Echt waar, ja, hij haalde daar de renner in. En hij ging erop en erover en ja, hij heeft wel echt een goed eindschot in de benen. En zeker, hij is iemand voor die laatste kilometer nog te gaan. En zo zijn er weinigen in het peloton. Maar hij had echt wel een beetje pech, ja. De wind zat hier echt pal op kop. En de meet was 50 meter te kort, hè. Dus, hebben nu een mooie winnaar, maar ik had dat nog een mooiere winnaar gevonden. Hij had dat dik verdiend, hè. Absoluut. Ja. Wat vind jij, Henk? Ja, natuurlijk gunnen we dat allemaal hem. En zeker iemand die sprinters verrast. Want iedereen gaat er vanuit de eerste 3 etappes, dat wordt een sprintersbal. En dan is het juist zo mooi dat er nog steeds mannen in een peloton zitten die toch denken, ja, maar hier doe ik niet aan mee. Ik probeer nog een opening te zoeken. En dat lukt dan. En er zijn dit soort etappes die dus zo moeilijk zijn door de wind. Ja, dan krijgen dit soort jongens een kans. Maar jij zegt, dus jij verwacht eigenlijk morgen, of jullie verwachten morgen weer een massa sprint? Natuurlijk, in Vlijmen is het ook wel een vlak parcours. Het is wel wat technisch, wat draaien en keren. Dus, maar ik verwacht ook wel een massasprint. Vorig jaar heeft Lars Boom toch voor de verrassing gezorgd. Ook toch nog in de finale juist een gaatje gevonden en voor de overwinning gegaan. En heeft het kunnen houden tot op de meet. Dus, doe eens een voorspelling voor morgen, alle twee. Ik ga morgen voor Greipel. Ja, als Henk voor Greipel ga ik voor iemand anders. Hè. Dus ja, doe mij maar Bouani. Ik ga voor Lars Boom. We zullen het zien morgen. Oké.